Het is weer tijd om de zaal in te gaan en daar hebben we natuurlijk altijd hartstikke veel zin in. Of de trainers van 1, 2 en A1 er ook zoveel zin in hebben en hoe hun veldseizoen is gegaan, dat hoor je in aflevering 76 van Avanti TV. Ja, Bas, even terugkijken naar het veld met de A1. Ik denk Fortuna wel echt een maatje te groot, hè? Ik kan me ook voorstellen dat je toch wel één plekje hoger hadden willen eindigen. Ja, dat klopt. We hadden misschien wel iets hoger willen eindigen. Maar buiten Fortuna, wat inderdaad gewoon een goede ploeg is. En waar we twee keer gewoon verdiend van verloren hebben. Zie je ook dat we ook wel de tijd nodig hadden om weer te bouwen. Want we hebben best wel een ander team. Met een aantal nieuwe mensen die we ingepast hebben uit de B. Die uit de B doorkwamen. En dan zie je toch dat iedereen een beetje aan elkaar moest wennen. Dat zag je heel duidelijk in de eerste twee wedstrijden. Maar het mooie vind ik dan dat je wel de stijgende lijn gezien hebt op het veld. In ieder geval, ik heb het gezien en volgens mij de toeschouwers hebben dat voor mij ook wel gezien. Dat de weg omhoog is ingezet. Nemen jullie ook een klein risicootje door inderdaad die B-jeugd in te zetten. In plaats van mensen die misschien al langer in de A lopen. Het scheelt wel, denk ik. Zeker, zeker. Ik weet niet of je dat een risico moet noemen. Dan is het in ieder geval een heel wel overwogen risico wat we nemen. Omdat we toch zien dat een goede combinatie met een deel ervaren spelers uit de A. Met een deel hele talentvolle spelers uit de B. Die ook in de zaal gewoon op het Nederlands kampioenschap hebben gestaan. Dus hebben laten zien dat ze echt heel hoog niveau aankunnen. En waar dus ook heel veel ontwikkeling in zit. Dat maakte de keus voor ons inderdaad om voor een aantal jeugdspelers te kiezen uit de B-lichting. Ja, nou zijn de uitslagen denk ik wel een beetje wisselvallig. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je wedstrijden hebt dat je er 8 maakt, dan weer 14 en de andere keer weer 30. Heeft dat ook met de jeugdigheid te maken of is dat puur toeval? Nou, het heeft niet zozeer met de jeugdigheid van de nieuwe spelers te maken. Ik denk dat dat een stukje gewenning is. We hebben wedstrijden inderdaad gehad waar je dan toch ziet dat het bij vlagen ineens goed spel en heel dynamisch spel oplevert. De wedstrijd uit tegen Nieuwekerk hadden we dat, wat echt een hele leuke, goede wedstrijd was waar je op 1 punt verschil verliest. Terecht overigens, want het was gewoon echt een goede wedstrijd waar we aan elkaar gewaagd waren met Nieuwekerk. Maar dat je dan toch inderdaad ook in die wedstrijd, tweede helft, kwartier, 20 minuten, bijna niet tot scoren komt. En dat moet echt verbeteren. Ik begreep wel dat je richting de zaal weer enigszins gaat selecteren of in ieder geval mensen uit de A2 ook een kans gaat geven. Waarom is dat dan? Dat hebben we van tevoren ook gezegd. Met deze 10 gaan we starten. Maar in de zaal gaan we opnieuw kijken. Zijn er mensen die aan de deur kloppen? Want het verschil is echt klein. En dat is ook wel heel fijn. Dat zien we ook op de trainingen waar de A1 en de A2 ook gewoon aan elkaar gewaagd zijn. Alleen maar goed, want er wordt iedereen alleen maar veel beter van. Maar dan vind ik ook dat de mensen die er echt heel dicht tegenaan zitten, het ook verdienen weer om te kijken, om ook in de zaal weer een kans te krijgen. Ja, we staan nu net na een vrij makkelijke oefenwedstrijd, hè? Hadden jullie niet moeten kiezen voor een moeilijke tegenstander, gezien jullie poe ook in de zaal? Zeker, die gaat er komen. Volgende week spelen we tegen Dalto. En tegen Dalto is het de tegenstander uit de andere hoofdklassepoel. Dus daar zullen we duidelijk krijgen wat ons niveau is. Ben je het met me eens dat je het lastig gaat krijgen in de zaal? Ja, maar dat wisten we, dat weten we dat we het lastig gaan krijgen. Als je ziet dat 3 van de 4 ploegen bij ons in de pool zitten die vorig jaar in de kruisfinales hebben gespeeld. KZ, Fortuna en PKC zitten bij ons in de pool. Als je ziet dat van de promovendi er 3 in de andere pool zitten en wij alleen maar in deze pool. Dan weet je gewoon dat het echt zwaar zal worden. En aan de andere kant ja, zijn wij wel met elkaar heel optimistisch en werken we er keihard aan. En hebben we ook vandaag gezegd dat wij vinden dat we in ieder geval bij de bovenste 4 mee moeten. En wij weten ook dat de zaalfinale misschien een tandje te hoog nog is. Maar ik vind het een hele talentvolle ploeg. En er komt nog meer talentvolle jeugd daarachter ook weer. Dus volgens mij zijn we heel goed aan het bouwen. Wat is dan een beetje jullie strijdplan om die reuzen te verslaan? Ja, het strijdplan is dat we... Ik vind dat we een eigen spel moeten spelen. Niet te veel aan moeten passen aan de tegenstander. We proberen heel dynamisch en snel te spelen. Daar hebben we ook de spelers voor. Zowel aan de dameskant als aan de herenkant hebben we eigenlijk aan alle kanten gewoon mensen die kunnen scoren. Daar trainen we ook op. We willen niet een spel spelen waarin het moet afhangen van 1 of 2 spelers die de punt pakken. En 2 spelers die dat moeten gaan ondersteunen. Wij vinden dat het over 4 schijven moet gaan. En
De momenten dat we ook in de zaal of op het veld hebben laten zien dat het heel goed ging, waren eigenlijk de momenten waarin daar heel veel tempo, hoog tempo gespeeld werd. En waar we dan af en toe nog wat moeite mee hebben. En dat is ook het leren, is de hoge druk die soms tegenstanders, dat zag je bij Fortuna, hebben dat twee keer echt gezien, geven heel veel druk op de ballijn. En dan moeten we het geduld ook op kunnen brengen en kunnen kijken, oké, kunnen we dan eventjes het spel veranderen en dan moet je je wel aanpassen. Maar dat betekent nog steeds dat je veel snelheid moet spelen. Ja. Ja, je bent naast trainer natuurlijk ook een echt avantiman, Bas. Ik neem aan dat je ook blij wordt van het idee dat de jeugd op niveau is bij Avanti. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is iets waar ik in van allerlei, als trainer, maar ook nog in het verleden in de TC ook wel geprobeerd heb aan te werken. Dat je op alle niveaus, als Avanti, als zo'n grote vereniging, moet je gewoon willen dat je op alle niveaus hoofdklassen speelt. En dat je gewoon elk jaar een lichting levert die klaar is voor de eerste selectie. En dat we die dan ook in durven passen in de eerste selectie. Want daarmee denk ik dat je gewoon kan bouwen aan een gezonde vereniging die ook echt topkorfbal kan spelen. En ja, dan is het wel heel mooi om te zien dat die jeugd die er nu weer aankomt, daar wat mij betreft nu al klaar voor is. Dat laten ze nu al zien. Want je ziet nu dat de jeugd soms al in 1 en 2 moeten klaarstaan. En als ze, ja, dan is het natuurlijk wel echt onwijs gaaf om te zien als ze ook het zo goed doen, ook al in de senioren. Succes dit seizoen, Bas. Dankjewel. Ja, omdat Avanti A1 uit gaat komen in de hoofdklasse, moeten wij die wedstrijden ook gaan streamen op Icons. Nou, wil je die wedstrijden gaan volgen? Maak dan even een accountje aan. Dat kan je doen door op deze link te klikken. En mis niks van Avanti A1. Richard, hoe bevalt het tot nu toe Avanti? Ja, heel goed. Echt heel positief. Binnengekomen in een warm bad. En ik kijk elke week nog mijn ogen uit hoe alles geregeld is bij Avanti. Wat ik gewoon echt niet gewend ben. Wat dat betreft is niet helemaal wat je verwacht had. Nee, nou eigenlijk, ik hoef eigenlijk niks te doen. Het is eigenlijk coachen en training geven. Terwijl eigenlijk het verleden dat je eigenlijk ook gewoon de randzaken moest doen. Maar dat is gewoon binnen Avanti perfect geregeld. Echt handjesvrij. En sportief gezien, is dat een beetje naar verwachting? Ja, zeker. Ik denk ook al wat boven verwachting. Ik denk dat we het veld wat we nu gespeeld hebben, dan ook zeg maar kampioenspoel gehaald zeg maar, in de reserve eredeklasse. Ja, gewoon heel goed gedaan en verdiend. Gewoon met goed korfbal echt wel wat stappen gemaakt. En dat resulteerde gewoon in een goede tweede plek. Die stappen, is dat iets wat jouw visie dan is? Of ben jij meer aan het voortborduren op wat Peter al gedaan heeft vorig jaar? Nou, ik denk wat andere stappen. Zeker dat ook meer scorevermogen bij de dames. Omdat we ook wel dat een ander team is als vorig jaar. Mensen gestopt 1, mensen doorgeschoven naar 1. Mensen uit derde gehaald uit de A1. Dus eigenlijk een compleet nieuw team op een paar na. En ja, dat we eigenlijk gewoon als team collectief gewoon doelpunten moeten maken. En dat ging moeizaam, maar echt tot goed. Dat iedereen nu kan scoren. Ben je het wel met me eens dat misschien qua niveau, hè, zonder iemand tekort te doen, je wel een klein stapje achteruit bent gegaan ten opzichte van vorig jaar? Ja, dat kan. Maar ik denk door het harde werken. Want als ik de energie zie dat echt gewoon boven de 100% is. Ja, en dan hebben we het gewoon ook verdiend. En dan kunnen we, ja, kwartier misschien wel minder. Maar ja, we hebben gewoon de wedstrijden gewonnen die we moesten winnen. En ook goede ploegen die echt beter zijn dan ons, echt heel moeilijk gemaakt. Nou, vind ik dat we wel iets ingeleed hebben. Maar door de inzet dat we echt wel heel veel konden compenseren. Is dat Westlandse mentaliteit? Ja, dat wel. Hard werken, sowieso. We gaan nu de zaal in. Behoorlijke uitdaging, denk ik, voor Avanti 2. Hoe kijk jij ernaar? Nou, zeker een hele uitdaging. En dan zeker omdat we nou ook best wel blessures hebben in de selectie. Ook bij 1. Linde de pink gebroken. Natuurlijk Tim aan zijn schouder geopereerd. Dat we Ruben, die in 2 zat, die nu bij 1 is aangesloten. Die gaan we missen qua lengte. En die ook qua dames, ja, dat nog even een Amber of een José misschien ook nog aan gaat sluiten bij 1. Kijken hoe Linde zich herstelt. Yvette, zeg maar, Achillespees. Jozan met de kniebanden die niet meer speelt. Ja, dat wordt een uitdaging in de zaal. We missen eigenlijk de 2 assen zoals Amber en Ruben. Die missen we gewoon qua vakken. Hij moet een ander spel gaan doen. Dus meer vanuit het collectief. En dat we echt secuur moeten zijn met de aanvallen die we krijgen. Ja, behalve om die redenen ga je sowieso anders een voorbereiding in als je de underdog bent in plaats van misschien titelfavoriet? Nee, ik ga het gewoon hetzelfde. We hebben een doelstelling om sowieso te handhaven. En ik ga het, in ieder geval mijn visie is om in ieder geval niet aan te passen aan de tegenstander. Ik denk dat wij gewoon ambitie hebben om verdedigend aanvallend beter moeten worden. En ook met de spelers die we hebben. En dat is gewoon positief benaderen. We krijgen het moeilijk. We zullen ook wedstrijden dat we echt wel dik klop krijgen. Maar we moeten gewoon positief en elke week beter worden. Ja, je hebt waarschijnlijk ook een beetje gekeken naar de tegenstanders.
Waar liggen je kansen? Of hoe schat je je kansen in? Is het echt een hele moeilijke opgave of zie jij wel echt mogelijkheden? Nou, ik zie wel mogelijkheden. Zij hebben zelf al ploegen, het waren zeg maar PKC 3. En ja, het ligt er ook aan, ook de derde teams, de LJDK 3 en DVO 3. Wat voor spelers? Is het jong? Is het ervaren? Is het oud? Maar ik denk dat wij echt wel kunnen handhaven. Ja, nou is handhaven natuurlijk het mooiste uitgangspunt, hè? Mocht het nou niet lukken, wanneer is dan alsnog voor jou het zaalseizoen wel geslaagd? Als we gewoon beter geworden zijn. Zeker ook individueel mensen die gewoon echt stappen gemaakt hebben en nog hoger kunnen. En ook verdedigend dat we stappen moeten maken. Dat we het gewoon echt, in ieder geval echt de druk erop kunnen leggen. Maar in ieder geval het seizoen is geslaagd. Als wij gewoon echt ook positief het veld uitgaan en gewoon echt gewoon goed korfbal kunnen spelen. Dat is in ieder geval het doel sowieso. Succes Richard. Dankjewel, kom goed. Ja, Henk, ik weet dat jij niet echt fan bent van de competitie opzet op het veld. Voelt het voor jou dan ook echt een beetje als een warming-upje voor de zaal? Nee, dat niet. Want ik ben er zeker geen fan van. Maar ik ben wel fan van veldkorfbal. Want dat heeft voor je vereniging sowieso heel belangrijk, denk ik. En ik vind het juist ook wel mooi om veldkorfbal te spelen. Alleen de indelingen ben ik niet zo blij mee. Nee, dat zie je aan de uitslagen bij ons. Dus dat is jammer. Was het wel naar verwachting hoe het nu is gelopen op het veld? Ja, als ik eerlijk ben wel. Kijk, wij wonnen in de voorbereiding natuurlijk van die Hagen op het toernooi. Maar ja, dat is natuurlijk geen maatstaf voor een echte wedstrijd. En dat zag je ook. Ik vond wel dat we in die wedstrijd lang mee zijn gegaan. Eerste helft 1 achter. Tweede helft was gewoon slecht. En je ziet dat die Hagen daarin ook wel gewoon wat verder is. Wat langer met een ploeg speelt die wat langer bij elkaar is, zeg maar. En wij hebben natuurlijk weer een hoop nieuwe in één. En dat is op zich heel leuk. Alleen als je dan in zo'n pool zit, dan moet je wel sterk in je schoenen staan om de kop omhoog te houden, om het zo te zeggen. En welke conclusies kan je dan trekken na zo'n veld? Nou ja, goed, wij doen niet mee om de bovenste plekken, maar we hebben wel 2 keer van BEP gewonnen, waardoor we uiteindelijk derde geworden zijn en in de degradatiepool zitten. Ik vind het moeilijk om echt conclusies te trekken, want blauw-wit is gewoon veel te goed voor ons. En eigenlijk heeft Diage ook laten zien dat ze veel te goed voor ons zijn, dus ja, dan is het lastig conclusies trekken, vind ik. Want ja, we gaan nu hoofdklasse spelen. Ja, dat is gewoon echt andere koek. Hebt deze selectie of dit team jou nog verbaasd in positieve dan wel negatieve zin? Nee, ik denk het niet. In de voorbereiding deden we het best goed. En dan ga je natuurlijk daarna tegen tegenstanders spelen die gewoon een trapje hoger spelen. Nou, dat merk je. En dan zie je dat je het gewoon heel lastig hebt. Wat je natuurlijk merkt is dat we wat senioriteit kwijt zijn, hè? Met Jordi, Vince en ook Tom. Dat zijn wel 3 jongens die een ploeg kunnen dragen. En niet alleen op scorend of verdedigend opzicht, maar echt gewoon met autoriteit. En dat missen wij nu een beetje. Hè? Lars probeert dat en die doet dat wel goed. Maar ja, die is natuurlijk gewoon echt jong om zoiets te doen. Dan gaan we lekker de zaal in en we gaan ook het hele land door. Lekker ver hier vandaan ook. Ben je met me eens dat het misschien wel even lekker is om gewoon in hoofdklasse te spelen met dit team? Ja, dat ben ik zeker met je eens. Ik heb er ook erg veel zin in. Ik kijk er naar uit om goede wedstrijden te spelen en om ze te winnen. En om deze groep ook echt beter te maken. Ik denk dat ze beter kunnen dan we hebben laten zien. Dat ligt niet alleen aan de tegenstand, dat ligt ook aan onszelf. Maar ik denk wel dat de goede kant uit gaat. En dat in de hoofdklasse een stukje makkelijker wordt, denk ik wel. En wat je zegt, de dichtstbijzijnde is DOS Westbroek. Die spelen in Sint Maartensdijk. En wij moeten de tweede wedstrijd naar Nijverdal. Dus ja, het is echt heel ver. Maar ja, het is ook wel leuk, want je kent ze allemaal niet. Alleen DOS kennen we en de Meeuwen dan van vorig jaar, 2 jaar geleden. Maar de rest is allemaal nieuw, dus dat is leuk. Ja, denk jij dan dat hoofdklasse voor dit team ook wel een beetje het hoogste haalbaar is? Of ben je gebrand om toch nog dat promotiestapje te maken met dit team ook? Ik zou zeggen, je weet het nooit, want Ik denk dat wij echt een stuk beter kunnen dan dat we hebben laten zien nog. En daar moeten we ook naartoe, denk ik, naar dat niveau. En dan hoop ik dat wij bovenin mee gaan draaien met bijvoorbeeld SCO, denk ik. En Wageningen vooral ook, denk ik. Ik denk dat dat een beetje de echte goede ploegen zijn. En ik denk dat wij aan de rest goed tegenstand kunnen bieden. En ik denk dat we er ook veel kunnen winnen. Dus dat zou leuk zijn. Ja, we hoorden al een beetje van Richard, trainer van tweede, dat je wel een hoop blessures en gezanik hebt, hè? Ja, zeker. Ja, we hebben een aantal zieken gehad op het veld al. En we hebben nu Linde met een gebroken pink. Dus die is er zeker nog 4 weken uit. Dus ja, dat schiet niet echt op. Maar goed, dat hoort er ook bij. En daar moeten we mee omgaan. Maar ja, het geeft ook weer kans om naar andere mensen te kijken die we nu in gaan passen. Ja, dat zal ook moeten dus. Ja, want is het zo dat bij jullie ook de selectie weer een beetje wordt opengegooid richting de zaal? Dus zouden er verschuivingen kunnen plaatsvinden los van de blessures?
Nou, dat verwacht ik niet echt. Ik denk dat wij gewoon met 5-5 doorgaan zoals we nu zijn. Of het zou me in positieve of negatieve zin erg moeten verrassen. Maar ik ga ervan uit dat dat... wij gaan het niet opengooien. Nee, wij willen vooral beter worden met deze groep. We hebben natuurlijk wel Ruben erbij genomen nu, omdat Tim afgehaakt is met zijn schouder. Dus ja, gaan we ook zien hoe dat zich gaat ontwikkelen in de zaal. En ik hoop goed, ik denk ook goed. Dus wat dat betreft hoop ik dat we op deze manier bij elkaar kunnen blijven. Ja. Ja. Ik heb zelf nogal behoorlijk lopen klagen vorig seizoen over de opkomst van het publiek. Bij het eerste en ook met name de steun die ik miste. Omdat ik wel echt het idee had dat jullie die hard nodig hadden. Gooi jij er eens een paar goede woorden uit waarom de zaal wel volkomt dit seizoen? Nou, ik denk dat voor het publiek ontzettend gave wedstrijden worden. Want dit zijn gewoon tegenstanders waarin wij eigenlijk elke week hier thuis een kans hebben. Als ze erachter staan hier, het publiek. En dan denk ik echt dat het hier weer een chaos wordt op de tribune. En veel herrie. En ik denk dat wij daar allemaal heel veel beter van worden. Want dat is natuurlijk wel echt een feit. Dat vond ik vorig jaar ook wel een beetje. Hè, dat je... op een gegeven moment na 10 minuten 3, 4, 5 punten achterkomt. En dan is het eigenlijk de rest van de wedstrijd. Zit iedereen zijn biertje te drinken beneden of staat hier nog. Maar lawaai is er niet meer. En dan houdt het op. Behalve dan de wedstrijden waar het spannend blijft. Maar juist denk ik dat wij een prima ploeg hebben om van een achterstand terug te komen. En ons in zo'n wedstrijd te vechten. Maar daar hebben we wel inderdaad het publiek voor nodig. Ja, zeker. Ik ben om, Henk. Ik ben erbij. Goed zo. Nou, ik hou je eraan, Alwin. Succes dit seizoen. Dankjewel.